Nou, iedereen moet het kunnen doen. Ik ken hem ook wel. Maar soms moet ik wel even goed nadenken. Jullie ook? Gaat dat zo snel? Zullen we eens kijken of we de fit bij nog kunnen? En als je het niet kent, doe je ons gewoon aan, want wij weten het. Volgende nummer die idee. Kijk of het lukt. Alvast een applausje voor deze dames. Lennart, daar komt ie zo. De fit lala. Want vandaag gaan we hardlopen en dan word je fit van. Jullie zijn al fit denk ik, anders had je nooit mee gaan doen. Maar vandaag met de Nino Run worden we nog fitter. Dan doen we toch iets verkeerd. Jullie moeten al een beetje moe worden. Zijn jullie al warm? Beetje, kan beter. Zijn jullie al vrolijk? Nou, doe de muziek maar aan. Daar komt ie. Kom in de lucht. Goed luisteren naar de muziek. Misschien wel 1000 euro samen. Ja. Dat is veel geld. Er kunnen heel veel kinderen. Kunnen ze daarmee helpen? Een miljoen. Nou, wie weet wel, een miljoen. Dat is echt wel heel veel. Miljoen centjes. Hé, luister. Jullie moeten alleen straks nog wel rennen. Want je hebt nu je sponsorgeld opgehaald. Maar dan moet je nog gaan rennen. En dan is het echt, heb je het echt verdiend. We gaan straks een rondje rennen. We beginnen straks bij die grote boog daar. En dan zo helemaal rond door het park. En dan kom je allerlei dingen tegen. En dan door het dorp, niet verdwalen, anders loop je veel meer. Door het dorp en dan zo tot de finish, tijdens de finish bij de rode boog. En dan ben je er. Als je 2 kilometer gaat doen, wie gaat 2 kilometer doen? Top hoor. Heel goed van jullie, super tof. Als je 2 kilometer gaat doen, dan ga je ook nog helemaal over Expeditie Nienoord.
En dan loop je iets verder. Maar dan ga je ook hier uiteindelijk door de finish. En langs de kant staan allemaal papa's en mama's. Die gaan jullie heel hard aanmoedigen. Zodat jullie nog harder kunnen rennen. Wie heeft wel een goede tip als je gaat hardlopen? Wat is jouw tip? Chantal, heb jij een goede tip? Moet je op je allerhardst gelijk beginnen? Nee, niet, zeg maar niet. Waarom niet? Ja, eerst een beetje rustig, hè. Als je gelijk op je allerhardst gaat, nou, dan ben je daar straks bij de schommels. Tegen die draak. Ja. Maar wie heeft er gewonnen? Ik, hè? Wauw! Ja, Vane heeft gewonnen. Ja, 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 ja. En sinds je van die draak in je buik gewonnen hebt, ben je weer helemaal beter, hè? Ja. Ja, ja, ja. En je vertelde me ook, je hebt heel veel te maken gehad met Kika in de, nou ja, in de jaren dat je aan het vechten was tegen die draak. Kun je me daar eens wat meer over vertellen? Maar je vertelde me een verhaal over een ketting. Een draak. Een kralenketting, inderdaad. En wat hield dat in, Jervani? Want er kwamen steeds meer kraaltjes bij, hè? Ja. Dat was, geloof ik, elke keer als jij naar de dokter moest. Toen kreeg ik een kraal. Toen kreeg je een kraal. En toen op den duur, toen zat de ketting vol. En toen was ik beter. En toen was je beter. Fantastisch. Hé, Jervani, omdat jij vandaag zo goed je best hebt gedaan, en zo goed hebt meegelopen en zoveel geld hebt opgehaald, hebben wij een speciaal cadeau voor je. Ook omdat je een coole gozer bent natuurlijk. Jongens, hebben we het cadeau voor Jervani? Kijk eens even. Wauw, daar komt het. We hebben eerst deze beer, dat is de Kika beer. Die krijg je omdat je die grote draak verslagen hebt als een echte ridder. Ik heb ook al deze beer in een pruik. Die heb je ook al. Oh, dan heb je er twee. Dan heb je een vriendje. Of misschien denk je van, nou, ik geef hem weg aan de andere vriendje of vriendinnetje die je nodig hebt. Dat kan ook altijd. Maar we hebben nog meer. Jervani, kijk eens wat we hier hebben. Wauw, hey, wat cool. Dat is een kleurtafel. Fantastisch. Wil je hem vasthouden? Kijk eens, heel goed. Krijg je nog één keer een applaus als je naar de mensen kijkt? Jervani, 7 jaar. Heel goed gedaan, heel goed gedaan. Ja, en Jervani, dat is natuurlijk niet de enige held van vandaag. We hebben vandaag alleen maar helden. Jullie zijn allemaal helden, jullie zijn allemaal winnaars. Maar ik haal toch nog een paar kinderen extra hier op het podium. En 5 euro! Wauw! Geweldig, heel goed gedaan, heel goed gedaan. En daarvoor krijg je een cadeau. Waar is het cadeau van Matthijs? Ja, oh, een tas. Een tas. Nino, geef het cadeau aan Matthijs. Wauw, wat is het, Matthijs? Een tas. Een tas. Ja, dat zie ik. Zit er ook nog wat in? Volgens mij wel, hè?
Oh, er zitten allerlei leuke spulletjes in. Eens even kijken. Ik ben altijd heel nieuwsgierig hoor, dames en heren. Ja, jij ook, hè? Jij bent ook nieuwsgierig. Maar weet je, ik weet dat jullie nieuwsgierig zijn, maar voor jullie hebben we ook nog een leuke verrassing straks hoor. Eens even zien. Maak hem open. Oh, er zitten kleurspullen in en een fles. En wat nog meer? En stickers. Fantastisch, geweldig. En Lucinda. Waar ben je, Lucinda? Ja, hier is Lucinda. Lucinda, jij hebt ook een geweldige bedrag bij elkaar gerend. Namelijk een bedrag van 122 euro en 70 cent. Wauw, fantastisch. Lucinda, dat heb je heel goed gedaan. Was het moeilijk? Ja, hè? Ja. Heb je veel gezweet? Ja, ja, je kwam helemaal uitgeput over de finish. Maar je hebt het gehaald, hè? Nou, geweldig. Hé, hey, Lucinda, voor jou hebben we ook een leuk verrassingspakket. Kijk eens aan. Nino, geef het pakket aan Lucinda. Heel goed. Ook voor Lucinda. Geweldig applaus, jongens en meisjes. Heel goed. Nou, en dan zijn we toegekomen aan Cynthia. Cynthia, hey. Jij hebt bij elkaar gehaald, Cynthia, hetzelfde bedrag als Lucinda. Namelijk ook 122 euro en 70 cent. Yay! Fantastisch, geweldig. En ook voor Cynthia hebben we zo'n leuk prijzenpakket. High five van Nino. Kijk eens aan. Alsjeblieft, heel veel plezier ermee. En dan zijn we nu toegekomen aan Joes. En Joes. Fantastisch. Hey Joes. Wat heb jij een geweldig bedrag bij elkaar gerend, zeg? Waar is Joes? Oh, hier sta je, sorry. Excuus. Wat heb jij een geweldig bedrag bij elkaar gerend? Wil jij het zelf opnoemen, het bedrag wat je opgehaald hebt voor Kika? Kun je dat? Kijk, hier staat het. Ja, die. 185. Wauw, 185 euro, Joes. Geweldig. Hé, hey, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Opa's, oma's, papa, mama. Ik ben langs de deuren geweest. Ja. Ik heb het voor mijn familie gekregen. Ja. En voor mijn vrienden. Wauw, wat goed. Hey. Nou, respect. En was het te doen? De loop, de run? Ja. Ja? Je kan nog wel een rondje rennen. Ik kan wel. Fantastisch. Hey Joes, ook voor jou een geweldig prijzenpakket. High five van Nino. En natuurlijk ook voor jou een geweldig applaus nogmaals. Zo, nou. En dan zijn we nu echt wel toegekomen aan een topper hoor. Rosalie, kom eens bij me. Vind je het een beetje eng, Rosalie? Ja. Vind je de knuffels eng? Oké, kom maar dicht bij mij staan. Zo, de knuffels gaan een beetje naar achteren. Niet naar achteren kijken, kun je ze niet zien, oké? Oké. Hey, Rosalie, wat heb jij allemaal gedaan om het geld voor Kika bij elkaar te halen? Mama helpt, ja hoor. Oké. Nou, mama is een beetje heel erg fanatiek. Ja. Maar we zijn eerst met Rosalie langs de deur gegaan. Mm-hmm. En dan heb ik mijn mama gevraagd. Ja. Toen vond ik het bedrag nog niet zo hoog. Nee. En toen heb ik me op mijn werk opgehangen. Ja. Toen waren alle collega's zo enthousiast dat ze nu een kilometer gaan rennen. Mm. Dat bijna iedereen heel veel geld heeft gegeven. Ja. Nou, en toen stroomde de lijst vol. Dus. Ja, en ja. Dat kunnen we zien. Inderdaad, het is geweldig. Want, dames en heren, jongens en meisjes, het hoogste bedrag is opgehaald door Rosalie. En dat gaat om een bedrag, schrik niet, van 466 euro en 7 cent. Wauw, hey, wat een stoere meisje. Wat heb je dat goed gedaan. Rosalie, ook voor jou hebben we een geweldig prijzenpakket. Kijk eens. Wauw, wat een mooie roze tassen. Geweldig. Heel goed, heel veel plezier ermee. En jongens en meisjes, blijf maar even gezellig bij me hier op het podium staan. Want we zijn nu toegekomen aan het uitreiken van de cheque. En daarvoor wil ik graag even de mensen van Kika hier op het podium vragen. Wieger en Greta, kom erbij. Is ze schoon in het publiek? Alle deelnemers, jullie hebben vandaag opgehaald een totaalbedrag van... Laat zien, Nino. 3018 euro en 93 cent. Wauw, geweldig. Geweldig, fantastisch. Heel goed. En Greta, even een vraag naar mijn kant. Waar ging het geld aan
besteden. Wat doet Kika eigenlijk? Je weet het wel een beetje, maar... Ja, nou, Kika die probeert natuurlijk de kinderkanker de wereld uit te krijgen. En dit geld wordt gebruikt voor onderzoek. En met name om kinderen toch weer beter te krijgen. Ja. En het gaat naar Prinses Maxima Ziekenhuis. En daar doen we dit allemaal voor. Heel goed, absoluut.